Welkom terug bij Z2Day. Met de winter in aantocht, zo lijkt het althans, kijken wij naar de zonvakanties. Waar moeten we deze winter naartoe voor een beetje zon? Zonzekere landen zoals Tunesië en Egypte zijn volledig uit de gratie bij de toeristen. De aanslagen op het strand in Tunesië en de vliegtuigcrash in Egypte schrikken veel vakantiegangers af. Terreurdreiging en politieke onrust jaagt de toerist naar andere oorden. Ilan Sluis, waarheen? Ja, als we de tour operators moeten geloven, hebben we een rondje langs gemaakt. Gaan we toch vooral graag naar de Canarische eilanden, naar Kaapverdië, dat ligt er nog iets zuidelijker van, hè, en Gambia. Zonzeker, goede prijs-kwaliteit verhouding van hotels. Ook Curaçao is in trek trouwens, dus wel ietsje verder vliegen. Iets duurder ook dan een weekje Egypte. En natuurlijk hebben we nog Zuid-Spanje, Portugal, ook populair, maar iets minder onzeker, dus daar gaan we dan toch liever naartoe in mei, in de voorjaars. Maar als je rust wilt, je kunt toch nog altijd naar Egypte? Ja, je kunt nog naar Egypte, maar de animo is wel flink gedaald. Mm. Corinne dan heeft sowieso naar die vliegtuigcrash met het Russische vliegtuig in de Sinaï-woestijn is gestopt met het aanbieden van reizen naar Egypte. Hè. Er zijn toen 224 mensen bij omgekomen, dus er was wel enige reden voor, zeg maar. Je kunt nu wel weer naar Hurghada vliegen. Toei en Thomas Cook constateerden ook een achteruitgang van 40% op Egypte. Sharm el-Sheikh, er wordt helemaal niet opgevlogen deze winter. Nog wel op Masa Alam, kleine bestemming. En Hurghada is ook nog wel steeds te boeken. Mm-hmm. Maar echt populair is niet, als hier de laatste weken wel een kleine opleving. Ik kan me voorstellen dat je daar voor een habbekrats heen kunt nu. Ja, de prijzen in Egypte zijn flink gedaald, omdat er zo weinig mensen naartoe willen. Dus als je daar naartoe wil, heb je voor tussen de 350 en 425 euro kun je in een 4 of 5 sterren hotelletje kun je wel wat vinden. Voor een week of een nacht? Dat is 8 dagen volgens mij. Ah. All inclusive ook nog. Okay. Dus het is echt geen geld. Ja, ja. Tunesië? Een verhaal apart. Ja, dat is een verhaal apart. Hè. De aanslagen daar geweest op het strand. Ja. Toen is men compleet gestopt met het aanbieden van vakantiereizen. Er is nog steeds een negatief reisadvies. Dus als je toch naar Tunesië gaat, ben je niet verzekerd. Je kunt geen reisverzekering afsluiten. Het wordt ook afgeraden. Er zijn ook geen pakketreizen te boeken. Als je toch per se zo'n avontuurlijke vakantie wil, kan je wel een los ticket boeken. Ja. De reisbranche is er een van vraag en aanbod. Egypte wordt goedkoper. Andere bestemmingen, worden die duurder? Nou, dat valt dus wel mee. Alle prijzen voor al die bestemmingen zijn in 2015 al vastgelegd. Voor het seizoen van 2016 ook. Dus er zijn weinig tussentijdse prijsstijgingen. Het is wel zo, de lokale aanbieders, hotelkamers die nog over zijn bijvoorbeeld, voor extra geld kunnen verkopen. Dus dat valt nog wel mee. Spanje en Portugal is vorig jaar al iets duurder geworden. Dat had dan weer te maken met vooral de dalende populariteit van Griekenland. Zit hier iemand heel stilletjes aan tafel die net tussen de palmbomen vandaan komt. Ja, is dat nog een beetje te doen financieel? Dat is geweldig. Ja. Daar wou je het bij laten verder, begrijp ik. Ja. Goed, dankjewel.